De bilaterale relatie tussen Suriname en Rusland en de recente werkbezoeken hebben onder andere geresulteerd in een verhoogd aanbod van trainingen en studiebeurzen op diverse gebieden door Rusland. Ook de Center for Professional Retraining in the Field of International Relations van de Diplomatieke Academie van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ten behoeve van functionarissen 2 speciale trainingen in internationale betrekkingen aangeboden. In september en oktober van dit jaar hebben 12 functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en studenten van het Suriname Diplomateninstituut 2 intensieve trainingen gevolgd in Moskou. Tijdens de trainingssessies zijn kennis en ervaring gedeeld en informatie uitgewisseld over het buitenlands beleid van Rusland, met name over de bilaterale relatie met Suriname en de relaties die Rusland onderhoudt met overige internationale partners. De participatie draagt bij aan verruiming van kennis in de diplomatie en het buitenlands beleid in het algemeen, maar meer in het bijzonder de samenwerkingsrelaties en het buitenlands en veiligheidsbeleid van Rusland.